Vorig jaar besloot Bart-Jan om voor 4 mei zijn oma te interviewen over haar ervaringen in de oorlog. Heel naar, want niks is meer zeker. Je niks meer. Je bent afhankelijk van de goedheid van mensen. Ik vind eigenlijk dit de essentie van het hele moment om 8 uur weergeeft. Je bent je niet altijd bewust van je vrijheid. En die vrijheid geeft je de mogelijkheid om alles te doen wat je wil. Dus ik heb tegen 3FM gezegd, ik wil op 4 mei naar de dodenherdenking. Ik wil daar staan, ik wil vertellen wat het met mij doet, of ik antwoorden krijg op mijn vragen. Maar ik wist natuurlijk dat ik daar eigenlijk stond vanwege het verhaal van mijn opa en oma.